wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, eindelijk is het zover. Ik geloof dat ik al een jaar geleden dit debat heb aangevraagd. We voorspelden de machtsgreep van Air France op KLM al jaren geleden, de PVV, jarenlang. Meneer Gans, ik moet u even onderbreken, want u heeft dit debat aangevraagd oktober 2015, staan er mijn stukken. Nou, dat is in ieder geval vorig jaar, meneer de voorzitter. Een jaar geleden. Nee, oké, nou, dan is het op een... U heeft dan gelijk. Maar dat is in ieder geval een hele tijd geleden. En ik heb in ieder geval pogingen daartoe al eerder ondernomen. En dat was ik ook net voorgelezen toen u in de reden viel. Dat wij al jaren geleden dit voorspeld hebben. Ik heb al voor de vijfde keer het debat ook aangevraagd. En dat is echt al jaren geleden. Dus ik zit er toch echt wel goed mee, hoor. KLM en Schiphol behoren tot de grootste particuliere werkgevers. Ze zijn beide van nationaal, financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk belang. Los van alle emotie en trots die er is, en daar ben ik blij mee. En daar dank ik ook de Kamerleden voor. Want we hebben er toch met ons allen voor gezorgd dat de kas van KLM hier in Nederland is gebleven. En daar dank ik alle Kamerleden voor. En ook uiteraard de staatssecretaris die er ook haar best voor heeft gedaan. Het afgelopen jaar heb ik inderdaad motie ingediend om ergere dingen te voorkomen. Dat is helaas niet altijd gelukt. En een heel deel van onze blauwe zwanen dreigden opgeslokt te worden door Air France KLM. Ik maak me daar nog steeds ernstig zorgen over, moet ik eerlijk zeggen. En daarom heb ik ook dadelijk een paar vragen aan de regering. Andere partijen die zien dat misschien minder. Ik zie het wel als ons nationaal belang, na alles wat ik heb voorgelezen. En Air France heeft toch die poging gedaan om dat geld van KLM naar Frankrijk over te hevelen. En we zitten ook nog met Transavia. Want wat gaat er gebeuren met Transavia? Want dat is nu het tweede wat speelt. En daar wil ik gewoon echt keiharde garanties hebben. Zowel KLM, Schiphol als ook de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, VNV, houden een hart vast. En ik wil toch de staatssecretaris wederom gaan verzoeken om naar Parijs te gaan. En nu keiharde garanties te verkrijgen dat ze niet nog weer met iets anders komen. Dus eerst was het die geldkas van KLM. Dat is gelukt, hulde ervoor. De staatssecretaris had het net niet gehoord, want ze was aan het praten met de buurman. Dat zou ik nog een keer zeggen. Maar nu moeten we Transavia 100% onderdeel laten blijven van KLM. En niet ergens daar in Frankrijk onder laten schuiven door meneer de Junac. Dat moet niet gaan gebeuren. Dat mag niet gebeuren. En daar wil ik keiharde garanties voor hebben. Dus ik hoop dat de staatssecretaris mij die ook kan geven. Ik wil dat er geen zeggenschap over en aandelen van Transavia in Franse handen vallen. Dus dat is hetgeen wat ik vraag. Voor de rest, ik zie dat de tijd heel snel gaat, vind ik ook dat er een oneerlijke verdeling is als het gaat om de Air France KLM binnen de Executive Committee Group, zoals het dan heet. Dat moet ik even in het Engels zeggen, meneer de voorzitter. Dat was altijd een verdeling waar minimaal 6 Nederlanders in zaten. Nu begrijp ik dat die verdeling 10-4 is, dus 4 Nederlanders. En wat gaat er gebeuren als dadelijk die meneer Greber, dus de huidige grote man van de KLM Cargo, als hij er weggaat? Dus ik wil de regering vragen te onderhandelen of een betere dan wel gelijke machtsverdeling binnen Air France KLM Executive Group. Dat wil ik ook gaan doen. Voorts wil ik dat de regering beziet op welke manier en met welke financiële dekking staatsdeelneming in KLM gelijk kan worden gesteld aan het percentage van de Fransen. Meneer de voorzitter, ik weet niet wat met die tijden dan anders, maar daar klopt helemaal niks van. Nee, dat klopt helemaal, maar als het rood is en dat is bij u als goed is, dan bent u over tijd. Maar ik heb u onderbroken, dus ik geef u iets de ruimte, maar u moet nu gaan afronden. Zeker, is goed. En ik wil ook dat de regering een duidelijk signaal afgeeft dat structurele hervormingen binnen Air France moeten worden doorgezet in lijn met hetgeen KLM heeft gedaan. Want KLM heeft 3 cao's doorgevoerd voor grondpersoneel, cabinepersoneel, piloten. Wat hebben de Fransen gedaan? Niets. Stakingen. Miljoenen, honderden miljoenen aan stakingen. En dat kan niet meer. Dus ik wil toch beide bewindspersonen vragen om zich meer in te zetten voor onze nationale trots KLM. En ook in het kader van sociaal-maatschappelijke belangen, economische belangen, werkgelegenheid voor Nederland. En dat wil ik doen. Dan moet ik het dan helaas niet belaten even. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gaas. U heeft een vraag van mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, nu we hier toch vanavond zo gezellig bijeen zijn gekomen, heb ik toch nog een vraag aan de heer Graus. Als de heer Graus nou de heer Elbers zou zijn, Pieter Elbers, wat zou hij dan doen? En het tweede is, wat ik proef, is een hele behoefte om een directe betrokkenheid te hebben om invulling te geven aan het aandeelhouderschap. En daarvan ben ik ook benieuwd welke middelen de heer Graus ziet.
wat de minister zou kunnen inbrengen vanuit zijn aandeelhouderschap. Ja. Nou, de eerste is een als-dan-vraag. Als mijn tante een piemeltje had, dan zou mijn oom zijn. Dat zijn allemaal van die daar geef ik normaal geen antwoord op, meneer de voorzitter. Dat is als-dan. Dus ja, ik ben meneer Elbers niet, dus ik kan ook niet, dat moet je aan meneer Elbers vragen. Ik kan niet hiervoor namens meneer Elbers gaan antwoorden. Het tweede wil ik wel een antwoord op geven, en dat heb ik ook gedaan al een paar keer. Ik heb ook zelfs een motie ingediend met een dekking, want die doelt waarschijnlijk op de financiële dekking ook. Hè? Als we aandelen moeten gaan nemen in KLM, ik weet niet of daar de woordvoerder op doelde, meneer de voorzitter, als ik dat ter verduidelijking mag vragen. En dan hadden wij gezegd, nou 20% dekking hadden wij al uit de opbrengst van de verkoop van ABN AMRO, maar dat is inmiddels een paar maanden geleden, en ook achterhaald, want door die Florence-wet hebben die Fransen nu al, ik geloof iets van 38% in handen, dat is verdubbeld, dus we lopen alweer achter de feiten aan. Vandaar dat ik ook de vraag nu bij de opener heb gesteld, dus ik vraag nu de regering te bezien op welke manier en met welke financiële dekking, dat leg ik ook neer bij de minister met al zijn honderden ambtenaren, ik heb ze niet, hoe we de staatsdeelneming in KLM gelijk kunnen worden gesteld met het percentage van de Fransen. Dus dat is ook een vraag die ik nu neerleg. Die 20% waar ik ooit zelf mee gekomen ben, had ik de dekking uit de verkoop van ABN AMRO. Dus, en dat is iets, een keuze aan ons. En dat heeft de Kamer toch niet gedeeld, en dan even goede vrienden, maar we konden het in ieder geval proberen. Voordat mevrouw Belhaai een vervolgvraag stelt, ja, Merk ik op dat de heer Elbers de president-directeur van KLM is. Dat wilde ik inderdaad even toelichten. Dus stel je voor, u bent inderdaad de grote baas van KLM. Ja. En dat is niet een wat-als vraag, je weet niet, soms kan het bijzonder verlopen in het leven. Omdat ik dan zo benieuwd ben hoe u vanuit uw positief blijven, vanuit uw positie, welke strategische andere keuzes u zou maken en hoe u zich zou verhouden tot Air France. Want ik heb een aantal debatten ook van u gezien en dan heb ik de indruk dat u vergeten bent dat er een reden is waarom Air France KLM nu samen is. Dat is niet zomaar lekker samenwerken, dat heeft een achtergrond. Dus mijn vraag is, als u nou de grote baas bent van KLM, welke andere strategische keuzes zou u maken? En als u niet de baas wil zijn, maar u verzoekt dat aan in de rol van aandeelhouderschap, wat zijn dan de dingen die u anders zou willen zien? Inclusief, laat maar zeggen, met de aankoop van nog meer aandelen. Gewoon heel concreet, welke andere strategische keuzes zou u maken? Mevrouw Belhaai, ik zou even willen verzoeken in het vervolg via de voorzitter te spreken. Want u heeft mij heel veel vragen gesteld, die waren bedoeld voor de heer Kruijs. Nou nee, maar de voorzitter zijn aan u gesteld, dus succes met de antwoorden, zou ik zeggen. Ik heb wel een mening, maar ik denk dat u ze nu mag beantwoorden. Nee, maar ik heb dat net ook al gezegd. Ik ben niet de grote baas van KLM. Ik ben slechts een klein, dik, kalend mannetje bij de PVV. En kijk, dat zijn vragen die kun je niet beantwoorden. Ik weet wel, mocht ik op de goede tijden, de goede plekken bezitten bij KLM, was het nooit in Franse handen gevallen, meneer de voorzitter. Dat kan ik u garanderen, nooit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Graus. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een drietal moties, korte. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te onderhandelen over een meer evenwichtige machtsverdeling binnen de Air France KLM Executive Committee Group en gaat over tot de orde van de dag. Wat de indiener van deze motie wil doen, maat ondersteunt? Ja, dat is geval, dan maakt ze onderwijs van de beraadslaging. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering zorg te dragen dat er geen deel van het aandelenpakket en zeggenschap over Transavia Nederland in Franse handen valt en gaat over tot de orde van de dag. Wat de indiener van deze motie wil doen, maat ondersteunt? Dat is geval, dan maakt ze onderwijs van de beraadslaging. 100% KLM. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bezien op welke manier en met welke financiële dekking staatsdeelneming in KLM gelijk kan worden gesteld aan het percentage van de Fransen en gaat over tot de orde van de dag. Wat de indiener van deze motie in voldoende mate ons zijn, dat is het geval, dan mag ze ook... Meneer de voorzitter, dit is mogelijk, en ik was daar net met een collega over een discussie, mogelijk heeft de minister van Financiën toegezegd, mogelijk kan ik hem aanhouden. Als ik goed heb begrepen, misschien dat de minister ook kan meeluisteren, Als ik het goed heb begrepen van de minister, dat hij zei van ik heb een noodrem en dat hij in kan grijpen mocht er iets zijn. Want dat hebben voorgangers nooit toegezegd. Dus dat zou dan een soort toezegging betekenen en dan kan ik de motie mogelijk misschien wel intrekken, maar dat hoor ik dadelijk al. Helder. Dank u wel, meneer Graus.